Robert Swinkels, ondanks dat Utrecht de laatste 10, 15 minuten druk zette, voel jij je denk wel bestolen? Ja, ik denk dat je dan doet op een strafschop misschien in de eerste helft, ja. Goed, ik stond op 100 meter en dan denk je ook te zien dat het een strafschop is, maar ik hoorde dat het overduidelijke was. Ik heb nieuws voor je, je had gelijk hoor, je zag het goed. Ja, ja. Nou ja, goed. Helaas, ja. Onbegrijpelijk eigenlijk dat ze het niet zien, maar dat is niet anders. Daarvoor had je misschien ook al de 2-0 moeten maken, schaken die een breed moet leggen op Fernandes. Dat gebeurt dan niet. Dan valt die 1-1 bij jou. Dat is ook een raar doelpunt eigenlijk, hè? Ja, zeker. Vroege voorzet van de rechtsback volgens mij. Eigenlijk zijn er 1 of 2 jongens van mij die gewoon initiatief kunnen nemen om die bal weg te schieten. Maar die laten hem lopen op de een of andere manier. Terwijl ik duidelijk coachte dat die opgepakt moest worden, die bal. En dan wordt hij er gewoon ingelopen. Ja, dat is eigenlijk een cadeautje. Weer, hè? Tegen Twente ook al een cadeautje eigenlijk. Ja, ik vergeet ze al snel, die goals. Dus. Ik vergeet ze niet, want je hebt 2 keer 3 punten eigenlijk gewoon in je tas, als dat niet gebeurt. Ja, goed. Los van het feit dat je dan misschien nog een penalty moet krijgen en dat je wel weer de voorsprong kan nemen. Je staat gewoon 1-0 voor. Wat je zegt, je moet misschien gewoon uitlopen naar 2-0 en die goal hoort gewoon niet te vallen. En dan sta je er inderdaad nog een stuk veiliger voor. Kort voor dat moment waar de penalty gegeven zou moeten worden, is er een situatie tussen Willem Jansen en Guillaume Fernandes. Hoe beoordeelde jij dat? Is dat Guillaume naar de grond ging? Of heb ik niet gezien. Dat zag je dan wel, dat hij naar de grond ging? Dat heb ik gezien, ja. Ik zag hem liggen, maar eigenlijk volgde ik de bal, zeg maar. En dat ging een beetje aan de andere kant. Dus volgens mij had Willem Jansen in de tweede helft ook nog een gele kaart moeten krijgen. Dus tweede gele. Veel frustratie lijkt me dan in de rust, hè? En die penalty niet, en die rode kaart niet? Ja, tuurlijk. Omdat het vlak voor rust is natuurlijk. Dus je zit nog een beetje vers in emotie en je voelt je toch een beetje bestolen. Maar ja, je moet uitkijken dat je dan niet jezelf voorbij gaat lopen. En de trainer heeft duidelijk aangegeven, jongens, gewoon focus op wat er nu gaat komen in de 45 minuten. En laat even los wat er gebeurd is. Er was veel druk. 1 misschien mogelijkheid kans voor Utrecht. Die was op de lat, meer niet. Ja, wat schoten van afstand inderdaad. Ik denk dat we gewoon redelijk ver terug stonden. Het was net tegenhouden. Maar dat hun daardoor eigenlijk alleen maar tot schieten kwamen. En niet echt uitgespeelde kansen hebben gekregen. Welk gevoel geeft dit punt? Ja, ik hou er wel een positief gevoel aan over. Aan de ene kant denk je, had die misschien ook 3 punten kunnen halen. Maar gezien de tweede helft kwam hij er gewoon veel moeilijker uit. Dan is het een punt. Een punt is een punt, zeker in deze fase. Sprokkelijks begonnen. Ja, absoluut. Nu naar de concurrenten. Volgende week NEC. NEC, hè? Ja, maakt mij niet uit. 3 punten. Daar gaan we voor.